Ah, ik wist niet dat je daar al wacht. Wel, ik ben aan het oefenen om piano te leren spelen, dat weet je, want ik zou, als ik op pensioen ben, graag piano willen spelen. En nu hebben we een uitstekende kans, hè, want we hebben opnieuw 1, 2, 3 piano in de stad. Dat is toch een formidabel initiatief van Sioen en van Quatremain. Er gaan in deze stad opnieuw op 5 plaatsen piano's staan, waar mensen voor niets kunnen komen spelen en waar anderen daar kunnen van genieten. Dat is toch uniek eigenlijk in deze stad. Hè? En we gaan starten vrijdag 17 augustus om 19 uur in het Sint-Pieterstation. Onder de luifel staat daar trouwens de Buffalo Piano, dat is mijn piano zou ik zeggen. En we gaan vanaf daar starten met een fietstocht naar de 5 verschillende locaties. Ik zou zeggen, zorg dat je bij bent, kom mee. Als je dan geen tijd hebt, kom maar gerust wat later, want het duurt nog wel even. We gaan in ieder geval in de publieke plaatsen, en zeker op Bruinplein, waar zoveel mensen wonen, en zoveel mensen eigenlijk ook al toch wel wat last gehad hebben van de Gentse feesten, de Paterzolffeesten, allerlei andere festiviteiten in deze stad. Daarom vind ik het ook zo tof dat de initiatiefnemers iets erop gevonden hebben. Ze gaan spelen s'avonds. 22 uur moet het stil zijn. Wel, dan kunt u komen. Zet er gewoon uw koptelefoon op. En op dat ogenblik hoort gij perfect wat de piano speelt. En heeft de omgeving geen last. Is dat geen schitterend initiatief? Ah wel, ik vind van wel. Ik hoop dat jij dat ook vindt en dat je komt. Ik kan nu verder oefenen, hè, want het moet toch tegen volgend jaar klaar zijn. Hè?